Aan de hand van thema's als wonen, veiligheid en verkeer konden inwoners wisselend aan verschillende tafels in gesprek met leden van de raad en het college. Op deze manier wilde de gemeente horen wat er leeft in de kernen. Ik ben al op leeftijd, ik ben niemand die nu de kinderen hier nog op school heeft. Dus dat soort dingen spelen voor mij niet zo'n rol. Maar ik denk voor ons denk ik de leefbaarheid te handhaven. En dat was ook, van je dorp zal iets moeten groeien mogelijk om voorzieningen te handhaven. Dus ik denk dat dat voor mij het belangrijkste punt is. Van zorg dat de dingen goed blijven. Het hoeft niet altijd beter te worden. Goed blijven is ook goed. Ik vind dat we moeten zorgen dat we niet vergrijzen. Er moeten mogelijkheden komen dat de jeugd hier kan blijven wonen. En dat is in de eerste plaats, ze moeten een huis hebben. Maar ze moeten ook de verenigingen moeten aantrekkelijk zijn. De voorzieningen moeten goed zijn. De bereikbaarheid moet goed zijn. Dus ja, leefbaarheid is een heel breed woord. Maar dat is wel het belangrijkste eigenlijk, ja. Maar wat ik ook minstens zo interessant vond, waren opmerkingen over de relatie tussen de gemeente, de gemeenteraad en inwoners. En op zich, men kent raadsleden wel, maar vindt het soms ook nog lastig van, ja, hoe werkt het daar precies op dat gemeentehuis? En als ik iets voor elkaar wil krijgen, hoe doe ik dat dan? En nou, ik vind dat wij ons dat moeten aantrekken en dan ook maar beter moeten uitleggen hoe het op het gemeentehuis werkt. Hetzelfde punt van de terugkoppeling. Mensen horen soms weinig of te weinig terug over vragen en ideeën die ze hebben gehad. En denk ik, ja, dat moeten we dan beter doen. Ik denk dat ik zelf in principe goed bereikbaar ben. Mijn telefoonnummer is bekend. Ik heb een internetpagina, Facebook, Twitter. Maar ja, goed, je ziet gewoon dat het voor inwoners heel anders beleefd wordt. Dus daar moeten we zeker wat aan doen. En ik denk dat dat ook iets is om terug te koppelen in de raad. Van hoe kun je nou nog meer bereikbaar zijn voor mensen? Kun je nog meer rugbaarheid geven van dat je gewoon heel makkelijk te bereiken bent. En dat je over allerlei dingen mee wil praten en mee wil denken. Mensen vinden het belangrijk om ook waardering en ondersteuning te krijgen vanuit de gemeente. Mensen hebben heel veel kennis en kunde hier in het dorp en kunnen heel veel zelf. Maar je kunt niet alles alleen. Geld en waardering en ondersteuning en hulp bij het uitzoeken van zaken is erg belangrijk om zaken ook voor elkaar te krijgen. En daar ontbreekt het nog wel eens aan. Ondanks dat we ver van Hees af zitten, dat we toch niet mogen klagen. Er zijn natuurlijk altijd punten die beter kunnen, maar ja, goed, dan moeten we gewoon zorgen dat we nog meer mensen in de gemeenteraad krijgen. Want ik ben wel van mening van hoe meer mensen je dicht bij het vuur hebt zitten, hoe beter dat er voor ons zou zijn. De speeddate werd bezocht door zo'n 60 inwoners. Al hun op- en aanmerkingen zijn opgeschreven en verzameld. Bedoeling is dat de gemeente ermee aan de slag gaat. Dat was ook de toezegging die je aan het einde van de avond zojuist deed. Kijk, hoe we dat precies gaan doen. Ik heb ook gezegd, het is geen afvinklijstje van problemen die vandaag worden genoemd en morgen zijn opgelost. Maar we willen heel graag met de dorpsraad van Vorstenbosch, die hier al jaren actief is, ook eens kijken hoe we een soort agenda voor de toekomst kunnen maken. Juist op basis van de punten die vandaag genoemd zijn. Binnenkort zijn in Heeswijk, Dinteren en Nistelrode ook dergelijke avonden.